Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Vandaag een nieuwe gast die we mogen interviewen. Het is Jurjen van der Velde, JDC-wereldkampioen van 2018 en vorig jaar wist hij een Development Tour toernooi te winnen. Maar nu vooral als aankomend debutant op de UK Open. Ja, Jurjen, dankjewel dat we jou even mogen spreken. Als je het hebt over de UK Open, je wist al best wel lange tijd dat je voor dat toernooi gekwalificeerd hebt. Je kwalificeerde je via de Development Tour van vorig jaar. Is dat iets waar je heel lang naartoe hebt geleefd? Nee, eigenlijk ik wist hier en daar wel, had ik wel gehoord dat zeg maar de top 8 naar de UK Open mocht. Alleen, maar ik had me er zelf had ik me niet echt in verdiept nog, zeg maar. Dus okay. Ik wist ook nog niet gelijk aan het begin toen ik of het seizoen afgelopen was, dat ik er al gekwalificeerd voor was, zeg maar. Oh ja, dus het is niet iets dat je waar je al mee bezig was toen je de Development Tour speelde? Nee, totaal niet eigenlijk, nee. Oké, maar wel een hele mooie verrassing, denk ik dan. Ja, wel een hele mooie verrassing, ja, waar ik ook enorm veel zin in heb, ja. Ja. Ja, voor het eerst op het PDC-podium. We gaan het zo even hebben over tegen wie je gaat spelen en ja, hoe dat gaat zijn überhaupt. Laten we eerst even kijken naar het seizoen dat je hebt gehad. Q-School heb je gespeeld. Je kwam wel tot die final stage, maar daarna was het niet heel succesvol meer. We gaan het vooral even hebben over de Development Tour. Eigenlijk de tour waar jij het meeste succesvol op bent geweest. Vorig jaar won je zelf een toernooi. Toen was het nog gesplitst, nu bij elkaar. Was het nog een beetje apart of zo, dat je nu in één keer een veel grotere groep aan jongeren hebt? Of wennen dat snel? Ik moet wel zeggen dat ik wel weer blij ben dat het weer bij elkaar is, zeg maar. Dat ja. Je ook weer, sowieso die jongens uit Engeland ook weer een keer ziet natuurlijk. Maar ook gewoon dat je een nog bredere top hebt, zeg maar, van qua niveau. Dus je speelt ook tegen jongens, nou ja, toolkathouders die daar wegkomen, zeg maar. Nou ja, in Europa hadden we dan toevallig Rusty, Jake hadden we al. Maar ook een aantal toolkathouders die vanuit Engeland of Verenigd Koninkrijk deelnemen aan die Development Tour. Daar ben ik wel blij dat ik daar nu ook tegen kan gooien. Ja, ja, over toolkathouders gesproken. Je speelde tegen ja, meerdere toolkathouders natuurlijk, maar in het derde, vierde en vijfde toernooi werd je uitgeschakeld door een tourcardhouder, Rafferty, Barry en Rock. Zijn dat dan juist de wedstrijden waar je misschien ook wel heel veel van leert? Ja, ook wel. Maar ik bedoel, als ik een goede tegenstander heb, dan trek ik mij er al aan op, zeg maar. Dus dan hoeft het niet eens per se een bekender iemand te zijn, zeg maar. Maar van een goede partij, daar leer ik al heel veel van. Van een aantal, een dubbeltje hier en daar extra gooien, een goede finish, dat soort dingen. Daar leer ik voor mezelf, leer ik daar al heel veel van. Oké, duidelijk. Die Development Tour. Je zei, je hebt je nu in de top 10 opgewerkt. 5 toernooien zijn dus al geweest. Ben je er tevreden mee met wat je hebt gehaald? De kwartfinale, halffinale, laatste 16. Ja, zeker. Ja, ik ben zeer tevreden over het eerste weekend. Mm-hmm. En ik denk dat we gelijk een goede stap stap en start hebben gemaakt om gelijk erbij te zitten, zeg maar. Dat is wel belangrijk dit weekend. Ja, echt meedoen met de top. Dat deed je vorig jaar al op die EU Development Tour. Toen was het nog zelfs een beetje spannend van, oh, misschien als je een beetje rekent, dan heb je nog een kleine kans op een tourkaart om die te pakken. Dat lukte helaas niet, maar je hoorde er zeker bij die top. Is dat het doel voor dit jaar ook, dat je gewoon in ieder geval die top 5 bijvoorbeeld binnen kan komen? Maar ik denk top 10 zou, als je gezien het aantal ponden wat ik gepakt heb, zeg maar, dus volgens mij 13 of 1400 volgens mij uit mijn hoofd. Mm-hmm. Maar het zou mooi zijn dat ik gewoon in ieder geval in die top 10 weer zit dit jaar. Dat is wel mijn uiteindelijke doel. Ja, top 5 moet je misschien net even een laatste 16 of laatste 8 extra halen in plaats van de laatste 32 dan. Ja. Maar ik denk dat dat zeker een realistisch doel kan zijn, top 10. Ja, qua spel zeker. Je wist in één wedstrijd ook
bij 100 plus te gooien gemiddeld. Hartstikke goed natuurlijk. Van jou weten we, je bent een van de beste jeugddarters geweest. Nu mag je ook niet meer daar meedoen. Je bent natuurlijk te oud. Vond jij die overgang lastig? Of heb je dat best wel goed doorgemaakt? Ik zat... Toen ik die overgang had, zeg maar, was het eigenlijk net in die coronaperiode, zeg maar. Dus ik ben niet van het een op andere moment dat ik 18 was, dat ik ineens moest. Ik heb wel een aantal heren, toernooien gooi sowieso wel hier tussen de heren, zeg maar, en volwassenen. Ja. Maar het was net in die coronaperiode dat er ook weinig georganiseerd werd. Dus ik heb echt wel veel thuis kunnen trainen in die periode en... Ook met jongens zoals Jan Dekker, daar train ik dan nog wel eens mee. Dus daar leerde ik ook wel heel veel van om al te groeien qua niveau. Ja, zou je dus zeggen ik denk, dat... ja, op... Sorry, ja, zou je zeggen dat die 2 jaar pauze eigenlijk, dat het misschien wel op dartgebied voor jou dan best wel goed is geweest? Misschien dat je niet in één keer die overstap had. Want ik heb er echt, zeg maar, voor mijn gevoel naartoe kunnen werken, zeg maar, om ineens, ik presteerde in het begin toen ik iets jonger was nog, was development tool voor mij natuurlijk ook erg wennen. Mm-hmm. Maar nu ik volwassen ben, of qua leeftijd dan, maar nu ik volwassen, 19 ben, zeg maar, heb ik ook al wel, ga je er ook steeds anders mee om dan als jeugddarter, zeg maar. En dat soort dingen hebben mij ook wel veel geholpen. Ja, oké. Goed om te horen. 2 jaar hebben we dus weinig toernooien gehad. Nu ben je, als het goed is, weer gewoon de competitie gaan gooien. Is het dan toch stiekem wel lekker dat je gewoon wel wekelijks lekker kan trainen, lekker gewoon wedstrijden kan gooien? Ja, dat zeker. Want wij spelen altijd op dinsdagavond onze competitie hier in Friesland. Ook erbij, bij de FDB. En sowieso, ik ben blij dat het weer is begonnen, zeg maar. Dan heb je toch sowieso even dat wedstrijdritme weer even er tussendoor. Maar ook nu voor de UK Open, zeg maar. Ja. Even gewoon een extra wedstrijdje, een toernooitje heb ik dan afgelopen weekend nog gehad. Maar ik ben wel blij dat allemaal weer los kan, zeg maar. Zeker. We gaan het hebben over... Eigenlijk de reden waarom we jou nu spreken over de UK Open. Toch een enorm mooi toernooi om daar dan als speler te gaan gooien. Je speelt tegen Mickey Menzel. De loting kwam vandaag op de opname online. Ja, wat zijn jouw gedachten daarover? Spelen tegen Mickey Menzel. Qua tempo zou het misschien wel goed zitten. Ik ben... Misschien ja, ik kan een iets sneller speler zijn. Ik ben bijvoorbeeld ook weer geen Keen Berry, zeg maar, die binnen een aantal seconden die 3 pijlen erin heeft hangen. Maar ik denk dat het misschien voor mij juist wel beter is dat ik een rustige speler heb. Dan maak ik mijzelf ook niet zo super druk. En dan kan ik er gewoon rustig mijn pijlen gooien, zeg maar. Dat is misschien voor mij zou een voordeel kunnen zijn. Maar voor de rest heb ik er gewoon enorm veel zin in. En ga ik gewoon mijn pijltjes thuis gooien hier bij het dartbord, wat ik normaal gesproken ook voor een voorbereiding bij een toernooi doe. Ja, precies. Ja, je ziet wel. Van tevoren had ik de vraag opgeschreven van... zou je graag op het tv-podium willen darten? Maar met een tegenstander als Mickey Menzel, dan weet je eigenlijk al vrijwel zeker dat je gewoon ergens op baan 5 of 6 gaat spelen. Is dat misschien ook wel wat lekker? Of wat vind je daarvan? Ja. Misschien eerst niet meteen in die schijnwerpers, zeg maar. Is misschien gelijk als je met je op tv komt, is misschien ook wel weer... Kom voor mij op je debuut gelijk ook wel weer anders. Ik denk dat in het begin eerst wel gewoon lekker is gewoon even net gewoon naar buiten te zitten, zeg maar. Om dan gewoon rustig mijn wedstrijdjes te gaan spelen en dan gewoon... lekker die ervaring mee te pakken en dan zien we wel waar het schip strandt. Ja, precies. Kijk, nuchtere Fries is dat. Hey, als we het hebben over de rest van het jaar. Development Tour, dat seizoen ben je gestart. Nu pak je dus wat ervaring mee. Challenge Tour heb je niet gespeeld. Afgelopen Associate Qualifier voor de Eurotour was je ook niet bij. Wat zijn je plannen qua Challenge Tour, Eurotour, Development Tour voor de rest van het jaar?
Sowieso is de bedoeling dat ik Development Tour natuurlijk ga gooien. Ja. Challenge Tour hoort daar ook bij. En wellicht die Euro Tour qualifiers inderdaad. Dat hangt ook even van vervoer af, zeg maar. Ik ben nu bezig met mijn rijbewijs. Dus daar zou ik eventueel in Duitsland zou ik mezelf dan ook mee kunnen redden. Dus ja. Dat zou wel een stuk makkelijker zijn. Maar... Duidelijk, duidelijk. De UK Open, wanneer ga je naar Engeland toe? Wanneer reis je af? Wij gaan donderdag. Of ik ga donderdag met mijn moeder, ja. Spannend. Ik wens je veel succes, Jurjen. En veel plezier ook natuurlijk. Yes, dankjewel.